kijk, en hier verderop dus, daar staat die politieauto. Zelfde straat, Nederland. Ja, Nederland, daar was die schietpartij, dus daar verderop. En hier, het doodlopende straatje, hier hadden ze dus Stanley naartoe gelokt. En die rechercheurs wisten van alles, want die zaten in een aanhanger. Ja, Nederland, in een aanhangertje, Zaandam, betonboringen, we hebben het gezien. Daar zaten ze in en ze hadden helemaal niks kunnen doen. Zo'n meneer, hij werd geliquideerd en het was meteen afgelopen. Ja, Nederland, we zijn hier op de Transvaalkade in Amsterdam-Oost. En iemand heeft zojuist twee bezoekers gevonden. Althans, twee mortieren. Of mortieren die je kunt afvuren met een bezoeker. Wat zal het zijn? We gaan even kijken, Nederland. We gaan even kijken. Gelukkig niet, ik was in de buurt. Ik was op de Viseusstraat. Jij? Ja, ik ben er nog niet. Oh, ik dacht echt dat je met hun bezig was, man. Nee. Helemaal duizelig. Ik dacht dat je bezig was met de forensische opsporing. Dat je net zei, je bent net te laat, weet je. Ja. En je haalt die lint zo weg. Ja. Vaak halen zij die lintjes weg, althans. Nee, toch? Dit is mijn lint. Oh. Net te laat, maar niet, nooit, nooit, nooit te laat, Nederland. Er is altijd actie, want je ziet die boom. Hij heeft ze waarschijnlijk hier weer uitgevist. Super. Jammer dat we net te laat zijn, maar Nederland, je weet het, hè. We zijn er altijd, altijd en op tijd. Het liefst op tijd. Yes, dus magneetvissen. Ja. Ja man, lekker. En je had ze in ieder geval hier eruit gevist, ja. Hè? Hier, gewoon hier, niet zo ver. Nee. Althans, ja, je werpt wel. Ja, ja. Hier ook, gewoon hier op de Transvaalkade, twee mortieren. Ongelooflijk. Yes. Ja. Nee, ik ben zelf John Vleers. John Vleers. John Vleers. Yes. En bij Timo die ik eerst zien wat ik ook vond. Oké, en doen jullie nog ook wat op YouTube? Nee, dat doet Timo die. Oké, Timo die. En is hij in Nederland overal? Ik ben overal, maar hij gaat vaak Amsterdam. Vaak in Amsterdam, de grote steden. Ja, de grote steden. Ja. En ik ga wereldwijd. Mooi man, ja, want iedereen, het fenomeen magneetvissen wordt internationaal bekeken. En je kan overal treasure hunten. Ja toch? Ja man, en je doet nog natuurlijk iets goeds, want ja, als ze eruit hebben hoor. Nee, maar één ding, als een jong iemand het doet en het gaat fout. Ja, dat is het probleem. Dat is het probleem. Het kan altijd fout gaan, dat is het. Of het nou een granaat is, explosief, maakt niet uit wat voor explosief. Ja, alles... In december was nog een jongetje van 14 jaar al een pistool eruit doorgeladen. Die raakte de trekker en de kogel was geslagen. Ja. Dat hij afgaat, per ongeluk afgaat, dat is dramatisch. Daarom toch, je moet die nooit ter handen hebben.